Wij zitten hier in deze buurt. En hier, dit hele stuk, zit helemaal niets rond. Ja, je hebt ook wel de spelen, maar ja, dat is weer een stukje hier vandaan. Maar we willen een eigen ruimte willen hebben. Nou, daar zijn we mee bezig. Tess van het buurtteam Noordwest werkt aan een voorziening voor ouderen rond de plantage. De huiskamer. Zij vertelt ons waarom deze huiskamer zo nodig is in de buurt. Wat is de situatie van ouderen rond de plantage? Er wonen hier zo ongeveer 200, om en nabij 200 ouderen. En zij hebben last van alle bezuinigingen die er zijn geweest de afgelopen jaren. Alle voorzieningen die er waren zijn weggehaald rondom de plantage. En de bewoners die eigenlijk aan huis gekluisterd zijn, hebben geen mogelijkheid meer om gebruik te maken van sociale voorzieningen. Dat klinkt nogal droevig. En is het altijd zo geweest? Nee, de voedselbank heeft hier gezeten en dat was een plek, een ontmoetingsplek voor mensen. En daarvoor zat er een dagbestedingsplek, zowel beneden als boven. En beneden was dat een sociale voorziening waar mensen binnen konden lopen. En boven was daar een woonkamer waar mensen een indicatie voor nodig hadden. Maar waardoor ze niet per se naar buiten hoefden. Ze konden veilig over de gangen naar hun dagbestedingsplekken waar ze mensen konden ontmoeten en niet vereenzaamden. Is er een andere oplossing gekomen? Ja, er zijn voorzieningen, dagbestedingsplekken naar de Speler en de Uithoek gegaan. Ondertussen zit ook de buurtwerkkamer hier om de hoek bij het Leger des Heils. Bij Boshart en Oog voor Utrecht zitten hier allemaal in de buurt. Maar eigenlijk is dat heeft niet gewerkt voor de ouderen die aan huis gebonden zijn. Omdat het eigenlijk nog steeds net te ver weg is. Maar je zou toch met een busje naar de Speler gebracht kunnen worden? Dat zou inderdaad een optie kunnen zijn, maar mensen geven dan toch aan dat het hun niet een veilig gevoel geeft om zo ver van huis te gaan. Wat als er iets misgaat, wat als ik val, dat soort dingen. Waar ontmoeten de ouderen elkaar nu? De ouderen die veel buiten komen, die ontmoeten zich in op die bankjes die daar staan voor de plantage. Maar dan moet het dus wel goed weer zijn. En bij slecht weer zitten ze eigenlijk alsnog binnen. Enkeling gaat naar de Speler, maakt er gebruik van en van de buurtwerkkamer. Maar er zijn toch nog een hele hoop ouderen die dat nog steeds te ver vinden. En graag een plek binnen in de plantage zouden willen. En ondertussen zijn wij in samenwerking, buurtteam, Karijn en mekaar, bezig om dat voor elkaar te krijgen. Vertel. We zijn in gesprek met de woningbouwvereniging van de plantage en een aantal buurtbewoners hebben we daar ook in meegenomen. Er is een enquête gedaan in wat buurtbewoners zouden willen en daar kwam eigenlijk uit dat de ouderwetse huiskamer weer terug willen hebben. En dat we graag willen dat de woningbouwvereniging een woning beschikbaar stelt waar dat mogelijk gemaakt kan worden. En wanneer kunnen we die huiskamer verwachten? Dat is een goede vraag. We zijn eigenlijk al een jaar met dit plan bezig. En gaan binnenkort weer in gesprek met de woningbouwvereniging om te kijken wat hun oplossing hier mogelijk voor is. En in de hoop dat ook mogelijk de gemeente hier wat in wil doen. En wat houdt het nu dan tegen? Eigenlijk is het een geldkwestie wat het nu tegenhoudt. De huur moet betaald worden en er moet verantwoordelijkheid worden gedragen dat de huur wordt betaald door wie dat dan ook gaat betalen. En wat denk je, is het goed om voorzieningen voor ouderen te centraliseren of juist op verschillende plekken in de wijk te hebben? Ik ben van mening dat het op verschillende plekken in de wijk het beste werkt. Omdat mensen dan, het is een grote wijk om die Pijlsweert en de Daalse buurt worden bij elkaar getrokken. En nu zitten er in de uithoeken zitten de meeste organisaties en niet door de hele wijk heen. Het zou goed zijn als het gewoon op echt verschillende plekken is, zodat het voor iedereen bereikbaar is.